daarom zei ik hier, het regent mensen die ongelooflijk. Bliksem Alassani. Wie gorei. Ga laten zien, hè? Kinderen. Bliksem Alassani. Ik ga niet rijden nu, we gaan hier goed staan wachten. Ik heb geen paraplu bij me. Ai. Hier staat ze. Ja. Wow. Dit is echt niet normaal. Niet normaal. Regen, regen. Ja. Andere kapitein. Okay, ik ga erop. Ik ken het helemaal plek zo. Ja, iedereen lacht me uit. Ik ga flink op flexen met hem in één keer die donder. Ik zou ook gaan naar de lokale braderie. Maar we gaan dat dus nieuw worden, mensen. Ik weet niet hoe lang ik hier moet zitten. Of staan. We zitten allemaal hier. Kijken. Ik heb een paar mijn vriendin heeft me net gebeld. We staan te wachten op de koffers nog steeds. Een uur na de vlucht is aangekomen. Ik heb ook een groot probleem hier. Dat die hele put hier overloopt. De hele put loopt over. En het water niet aan. We zien het, we horen het. Een drama. Dus dan weet je het weer. Ja, de jasper op u. Alles in de auto. Laarzen ook nog. Ik heb wel laarzen in mijn auto. Maar... van de bliksem niet vreden toch. Dat is wel weer de mensen. Dus dat is niet zo fijn. En je ziet het water stroomt daar zelf. Komt uit een put. Er wordt de regen. Kunnen ze niks aan doen en het water blijft maar stromen daar. Zie je dat? Dat is onze. Nee, dat paraplu gaat zeker niet helpen. Omdat het te hard waait. En het water blijft stromen. Waar moet je naartoe nu? Die vriendin van me belde me net dat ze nog steeds op haar koffer wacht. Maar niemand van ons kan weg. Hoe ga je rijden met dit weer? Wel, mensen met een hoge auto misschien. Een draal. Erg, welkom in Suriname. Jongen, jongen. Kijk, kijk, kijk. Oh, heel erg dit. Heel erg. Hier, wat kan je hier tegen doen? Wat is gezien in andere landen? Dit is, ja, dit is gewoon een drama. Waarschijnlijk kunnen ze dus ook niet lossen, want het, nou ja, het liep toch al een uur geland. Dat zou ik wel zeggen dat het al... En het is koud mensen ook nog. Zie je het, hè? En het water loopt dus daar uit een put, overval. Ja hoor, veiligheid. Ook al moet ik hier 3 uur zitten wachten. We zijn jong. En waar ik aan ja zo. Pizza. Ja, die kant op. Maar je natuurlijk. Je ziet het. Bino rij, meneer! Bino rij voorlopig! Kijk hier. Heel erg, jongens. Dit is... En nogmaals, ik denk weer aan de daklozen. Ik ga maandag erover hebben. Ik heb verschillende mensen benaderd vorige week.
mensen in posities. Ik denk aan de daklozen. Wat voor plan hebben jullie voor ze? Is er een oplossing? Is er een opvang? Kunnen jullie deze mensen van de straat halen en ze ergens brengen? Twee mensen hebben gereageerd. Ja, hij heeft onze aandacht en voor de rest heb ik niks meer gehoord. Nou, echt, ja, they simply don't care. Ja, ik ben alleen hier. Ik ben een vriendin van me komen ophalen die op vakantie is gekomen bij mij te logeren. Mijn beste vriendin al vanaf 14 jaar zijn, een van ze. Dus ik heb nog een paar vriendinnen voor die ik vanaf mijn 14e ken. En die zijn jaren geleden is er verplaatst geweest. Dus ja, dit is natuurlijk een complete drama. En je ziet het water blijft stromen. Ja, wat kun je doen? Ja, ze kunnen het niet dichter, denk ik. Ja, maar je kunt nu niks doen. Het water blijft hier lopen. Oh, maar nu is die put een beetje gestopt nu. Kijk maar. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. Ons nieuw gebouw. En dan heb je dit. Het kan zo vallen. De deur wil maar alleen maar slapen, ja. Nee hoor. Nee, maar ja, ik moet nog terugrijden naar de stad. Denk je daar dan? De drama. Ik moet naar die andere kant lopen om te kijken. Hey! Hoe gaat ie? Goed je even? Dat is Iwan Bravo, de hoofdredacteur van de Ware Tijd. Niet meer. Wat is het eindredacteur? Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. Oké. Ik loop even die gang. Die kwam ook iemand ophalen. Ook een hele goede mattie van mij. Nee? Oh, kijk hier. Olé. Dit is een drama. Wie gaat zwemmen? Mina zou zwemmen, dus Mina kan jumpen. Na jou. Ja, ja. Ik kan niet zwemmen. Ja, ja. Ik heb geen zwemvest, anders wil job ook niet. Dat is erg hoor. Ja, moet je daar kijken. Waar? Dat voelde helemaal. Oh ja. Oei, wat is dat daar? Is dat van... Door terras is het daar. Is helemaal onder water. Nou, die kinderen kunnen lekker gaan schommelen en zo. En die vrede uit, kerel. Donder en bliksem, dat maakt het een beetje gevaarlijk, hè mensen. Zie je de alle kanten? Is het geen schande voor Suriname? Een schande? Voor Suriname. Waarom? Als het veelvuldig regent, dan kan je niks aan doen. Als er veelvuldig en langdurig regent, net zoals in Miami, ik heb het laatst gezien, dan kan je niks aan doen. Het is geen schande voor Suriname. Wat het, weet je wat een schande is? Het is al bijna 3 jaar. Weet je wat een schande is, meneer? Hoe wij allemaal onze vuil op straat dumpen. Hoe wij allemaal onze petflessen dumpen, onze koelkasten. Dat is schandalig. Daar moet ook een. En dat is natuurlijk niet overheid. Ik heb met iemand die een bananenschil doet. Ja, kijk, een bananenschil, meneer, is nog een natuurproduct. Is compost. Het past toch niet. Maar dat zo, die gaat, hoe noem je dat, die gaat helemaal verpulveren in die natuur. Dat is een natuurproduct. Maar onze petflessen niet. Nee, ik vind het geen schande. En dat zorgt voor verstoppingen. Maar u gelijk, de overheid hoort het natuurlijk ook beter aan te pakken. Maar ja, dat is geen mensen dat die adjesloos afdammen hier. Dat... Ja. Ja, klopt. Die put loopt over. En die mensen moeten nu naar buiten. Maar die put loopt over, ja, ja. Daarom. Maar dat is geen schande. Suriname kan niet aan het weer doen. Nee. No, minuut de eentje aan, meneer. Nou, maar verdedig niet konderen. Nou, het is wel erg. Ik ga even terug, want dadelijk is die vriendin van me aangekomen en met plein mooi mooi jas. Ik heb haar nog gevraagd, wil je je reis niet uitstellen, een andere periode komen? Daar had ze geen zin in. Ja, wat kan ik met haar doen in deze regen? Nou, next minute is je het en door. Nee, zou je eens met die meneer dat het een schande is voor Suriname? Nee hoor. Ik zit er geen schande voor Suriname. Drama.
Maar ik kan haar zo meteen niet in beeld brengen, de verrassing voor familieleden van haar hier. Ik ga gewoon naar mijn gat eruit. Ja, het is natuurlijk, is het een schande hoe regeringsleiders jaar in jaar uit ons geld hebben opgevreten. En ons geld, Surinaams geld van de bevolking heeft opgevreten en niets heeft gedaan. Dat is zeker een schande, ja. Maar dat is zoveel hier van het jaar voort. Dat is de natuur. Kom, er komen mondjesmaat weer mensen. Ik ga eruit. Nee, ik kan niet dansen in de regen met al die bliksem. Niet net, hoor. Oké, mensen, ik ga eruit. Ik zie u misschien later als we rijden. Oh. Ja, mooie airport, ja. Had gekund, mensen. Ja, hoe gaat het met u? Later, mensen. Doei, doei. Dit was Suriname. Even laten zien de regen die we hebben. De zegen. Album. Wat zegt u? Nee, ik kom zo bij u toch. Ik ben even live. Dag.